Hallo allemaal, in deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een nieuwsbericht kan aanmaken op SharePoint. Je gaat naar Microsoft Edge of naar Google Chrome en je gaat naar www.office.com en dan kies je voor jouw SharePoint. Het kan zijn dat het per organisatie anders ingericht is, dus dat jouw intranet er anders uitziet dan in dit voorbeeld. Als ik naar beneden toe ga, zie ik hier nieuws staan. Belangrijk om te weten is dat alleen de beheerders van SharePoint nieuwsberichten kunnen toevoegen. Dus als ik nu klik op toevoegen, kun je ervoor kiezen om een nieuwsbericht toe te voegen of een nieuwslink. Een nieuwslink betekent gewoon dat je een website toevoegt en dat je meteen de website kan openen. Ik zal het even hier laten zien. Hier hebben we een intranet, hebben we een link toegevoegd. Dus als ik hierop klik, gaan we meteen naar de website van Tradium. Maar je kan ook een nieuwe pagina toevoegen. Ik ga weer even terug naar nieuws. Klik ik op toevoegen, nieuwsbericht. Dan kan ik hier de opmaak kiezen. Ik kies eventjes deze. En dan klik ik op bericht maken. Hier kun je je teksten intypen. En hier kun je ook spelen met de opmaak. Ook kun je de afbeelding wijzigen. Heb je dit allemaal gedaan, kun je het gewoon wegklikken. Hieronder kun je dan nog een tekst toevoegen, maar je ziet hier aan de linkerkant ook plusjes staan. En hier kun je eigenlijk ook uitkiezen van wil je 2 kolommen, 1 kolom, 3 kolommen. Zo kun je de opmaak helemaal naar wens aanpassen. Je kan ook kolommen verwijderen als je dat handig vindt. Je kan met foto's werken. Je kan ook aangeven van er mogen opmerkingen geplaatst worden op het nieuwsbericht. Dan vink je dit aan. En wil je dat uit hebben staan, dan vink je dit gewoon uit, zodat er geen opmerkingen geplaatst kunnen worden onder het nieuwsbericht. Is dit helemaal klaar zoals jij het graag wil? Dan klik je op opslaan als concept. En daarna kun je kiezen voor post nieuws. Als ik nu terug ga naar de homepagina, dan komt hier straks bij het nieuwskopje dit item test tevoorschijn. Dit kan heel even een aantal minuutjes duren. Ja, nu is hij er. Nu staat hier test Tradium. Als ik nu hierop klik, dan kom je op de pagina die je gemaakt hebt. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Mocht je nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard heel erg graag. Dankjewel voor het kijken naar deze video.